Ja, ik ga verder op kom. Als je nieuw bent, dan klik je op de sign-up button. Vul je naam in. Je gewenste username. Je kies een password en een e-mailadres. En dan klik je op create my account. Wat vind jij ervan dat de meeste docenten eigenlijk niks snappen van Hives, Facebook, Twitter? Nou, ik vind het eigenlijk best wel verkeerd, want vandaag de dag heeft iedereen wel Facebook, Hives. En het is een ideale manier om met elkaar te communiceren. Ja, zonde. Er zouden zijn heel veel mogelijkheden die benut zouden kunnen worden. Zo zou je bijvoorbeeld een heel profiel aan kunnen maken voor een bepaalde studierichting. En op die manier ook leuke nieuwtjes neer kunnen zetten en niet alleen de wat zakelijkere berichten. Wat doe je precies met je account? Dat is eigenlijk heel verschillend. Facebook en Hives gebruik ik met name voor vrije tijd. En LinkedIn en Twitter gebruik ik vooral voor mijn werk. Vervolgens is eigenlijk heel makkelijk. Je zoekt iemand op en dan kan je op de knop follow drukken. Vervolgens krijg je al het nieuws wat zij op hun Twitter-account zetten. De hoofdpagina te staan voor je eigen Twitter-account. Studenten spreken me ook heel vaak aan op Twitter bijvoorbeeld. En dan probeer ik ze verder te helpen als ze een probleem hebben of een bepaalde vraag hebben. Vind je het ook een verrijking voor het onderwijs? Nou, een verrijking voor het onderwijs. Het is een verrijking van de manier waarop je contact hebt met studenten. En je kunt ook sneller reageren op het moment dat studenten met een probleem of met een vraag zitten. Omdat je meteen een antwoord kan geven. Dus in die zin is het wel een verrijking van het onderwijs. Want het is voor studenten een hele normale manier om te communiceren via die kanalen. En ik denk dat het een hele goede manier is ook om het contact te onderhouden met studenten. Dus waarom zou je dat eigenlijk niet doen?